Volgens burgemeester Peter den Oudste zijn de Groningers in stad en omland schandelijk misleid. Dat blijkt volgens de burgemeester uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat woensdagmorgen bekend werd. De onderzoeksraad concludeert dat de veiligheid van de Groningers geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming om gas op te pompen uit Groningen. Bij de NAM, Economische Zaken, Shell en ExxonMobil stond winst voorop. Naar kritiek werd niet geluisterd. Het KNMI en TNO hebben hun verantwoordelijkheid als onafhankelijke kennisinstelling niet genomen. Alle partijen waren te zeer met elkaar verbonden. Ik vind het diep treurig dat al die jaren, nou, ik zou eigenlijk wel durven zeggen, de bevolking schaamteloos misleid is. De vraag is alleen van hoe zou je daar nu mee om moeten gaan? Ik denk dat nog veel moet gebeuren om het vertrouwen te herstellen, maar daar moet wel alle aandacht op gericht zijn. Hoe kan je het vertrouwen herstellen als je mensen, laten we zeggen, 25 jaar lang bedonderd hebt, om het maar zo te zeggen? Hoe herstel je zoiets? Ja, dat is een zaak van het parlement natuurlijk. Je kunt nog een instrument van een enquête gebruiken. Er zijn ook landen die dat anders doen. Ja, waarheidscommissies, er moet toch ergens een vorm van boetedoening zijn. En de mensen die nu aan het hoofd staan van al die organisaties die grotendeels niet bij dat verleden betrokken zijn geweest, die zouden voor zichzelf ook heel goed moeten nadenken over die vraag van hoe kun je nou weer op een punt komen dat je met die bevolking samen in vertrouwen iets kunt opbouwen. Minister Kamp reageerde in het debat van vorige week afstandelijk. Kamp heeft natuurlijk in technische zin heeft hij het debat gevoerd van ik kan nu nog niet besluiten om de gaswinning verder terug te brengen, want ik heb nog een aantal onderzoeksresultaten nodig. Hij is wat dat betreft niet tegemoet gekomen aan de Tweede Kamer. Maar hij ziet natuurlijk ook samen met al die anderen dat er een manifeste beweging is om die gaswinning verder terug te brengen. En ik ga er ook vanuit dat hij uiteindelijk daaraan zal toegeven. Dan kwam gisteren ook nog in het NRC Jan de Jong, voormalig baasje bij de staatstoezicht op de mijnen. En die zegt nu opeens, ja, het moet misschien maar 21 miljard kuub worden. Ja, er zijn natuurlijk allerlei mensen nu die nu optreden en die in het verleden verantwoordelijkheid hebben gedragen. Daar kijk ik altijd met een beetje een dubbel gevoel naar. Natuurlijk moet je zo'n verhaal serieus nemen, maar het ware ons liever geweest als hij natuurlijk in de periode dat hij die verantwoordelijkheid droeg ook daadwerkelijk aan de bel getrokken had. De stad stapt samen met de provincie en de gemeente naar de Raad van State om het besluit van vorige week aan te vechten. Nou, wij zijn volstrekt solidair als het gaat om het vergroten van de veiligheid van de inwoners van de hele provincie. Het complete aardbevingsgebied, inclusief natuurlijk ook de stad en de anderen. En wij zeggen dan van wat in ieder geval duidelijk is, dat is dat als je de aardgaswinning verder beperkt, dat dat ten goede komt aan de veiligheid. Maakt u een kans? Nou, eerlijk gezegd denk ik van wel, omdat eigenlijk de hele omgeving nu er eigenlijk wel over eens is dat die 39 miljard kuub, dat veel te groot is. Je ziet in de Kamerbeweging ontstaan dat er verder terug moet. Het is eigenlijk de enige onzekerheid is dat de minister heeft gezegd ik wil het nu nog niet besluiten. Maar hij heeft natuurlijk eigenlijk geen ruimte om dat besluit te nemen. Dus ik schat in dat het verder terug gaat. De Tweede Kamer gaat nog in gesprek over het rapport van de onderzoeksraad.